is dat Kinnoes! Zit je nou zo'n ballen te filmen? Hoi jongens! Oh, je filmt al! Hallo. De hele tijd al. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Equitality. Op het kanaal van Equitality. Van Equitality. Wat Beide. Zeg je normaal? Door Equitality. Door Equitality. Voor en door Equitality. Ja. Wij gaan vandaag voor jullie vloggen. Floor is hier om ons te helpen om beelden te maken. Plus, we hebben een nieuwe lens voor fotografie. Dus die gaan we ook uittesten. Gaan we lekker mee spelen. Hey, wij wouden vandaag eigenlijk het winterverblijf van Stan en Jelle ook, zeg maar. Het klinkt alsof we echt een dierentuin hebben. Het winterverblijf. De winterstalling van de baby's en Jelle klaar gaan maken. Maar we zijn daar nog niet geweest. Dus we weten niet wat we klaar moeten gaan maken precies. Dus we gaan eerst even kijken of we... veel moeten doen überhaupt. Ja. En daarna gaan we nieuwe setjes proberen en filmen en foto's maken en paardrijden. Ja. Dat is superleuk. Can't wait. Bedankt voor de geluidseffecten, Floor. Ik ben hier alleen voor de special. Ja, voor de special effect. Dus wij gaan nu eventjes daarheen. Doei. Oh, hij kan ook nog maar één kant op. Dat is alleen naar buiten. Oh. Jij mag het. Ja, mag het. Kijk jongens, we zijn er weer. En? En? Een paar balken heb ik hier nog. Oeh. Ja, we moeten hier sowieso eventjes van de week tegenhoor. Ja, is dat hooi ook nog goed? Ja, hooi is ook goed. Dat is zo raar. Als spinnenweb een beetje weg. Oh ja, jeetje. Oh ja, de waterbak moet weer mee. Ja. Nou, dit kunnen we wel even vegen weghalen en dan eventjes zaagsel of zo ingooien. Zaagsel? Ja, want het vreet het ook niet op. Ja, precies. Vreten. En hier kunnen we even nog een extra dingetje boven maken. Ja. En buiten. Kijk jongens, er groeit hier weer gras. Ja. Oh, en heel veel. Kijk. We moeten het hek ook nog even controleren, maar dat hoeven we nu niet te doen, toch? Nee. Hallo. Ik sta zo in de bouw. Kijk echt van. Ja. Dat is een beetje het gevoel dat ze boos op zijn. Dus het hooi hebben we nog een voorraadje. Er moet echt alleen eventjes heel veel schoongemaakt worden. Hey, kijk, daar ga je. Ik heb het gewoon echt laten doen. Ik had een gedacht dat je nee zou zeggen, maar je deed het toch echt. Wat dan? Hoezo? Omdat, ja. Omdat het goor is. Ja. Mm. En dat ze dan naar beneden kruipen via de steel. De steel. Hallo. Hoi, vertel. Hoi. Wij hebben eventjes geveegd en een paar spinnenwebben weggehaald. En we moesten even kijken welke spullen van ons daar nog liggen. Want we hadden vorig jaar nog niet alles meegenomen, volgens mij. En dat was dus ook zo. Er lag nog een deken van Yellow en zo. En verder moeten wij daar gewoon later eventjes mee aan de gang. Maar dat hoeft nog niet direct, want ze staan er toch nog niet. En dan gaan we hier uitmesten. En dan gaan we even nieuwe setjes uit de kast trekken. En dan gaan we foto's maken met onze nieuwe lens. Ja. En Sanne is heel erg excited. Hallo jongens, ik ben vast aan het lopen. Iris en Floor zijn al begonnen met uitmesten. Toppers. Kijk, wat een toppers. Hoe gaat het hier? Goed hoor. Floor mest gek uit. Wat dan? Zet de kruiden al verkeerd om. Oh. All ready to go. Ja. Floor is onze nieuwe huiself. Ja. Huiself? Nee, geintje. Huis. Nee, geintje. Robbie heeft mijn master. Bontjas. Ja, een bontje aan. Ja, van het netbond. Als je daarmee ging mooien, dat alles toch mooi. Jongens. Iedereen is blijkbaar al heel Ik heb hem 6 keer opnieuw aangedaan en hij doet het nu ineens weer. Dus ik heb geen idee waar het aan ligt. In die tijd dat je weg bent geweest, heb je hem maar 6 keer opnieuw aangedaan. Ja. Nou. Is dat niet die M? Oranje kakelaar. En dat bij. Boven het is erop. Oei. Oh, wow. Hoi. Dit is de ASMR-vlog van Equitality. Hoi, leuk dat je kijkt. Dit is onze nieuwe lens. Leuk dat je kijkt. We gaan even foto's maken met onze nieuwe lens. Nou. Welke lens is het, Sanne? Het is een van Canon, de 70-200 mm en de F4.
Want die andere was te duur. Ja. Ja, dat komt later wel een keer. Ja. Maar Iris gaat nu City opzadelen. Ik heb besloten dat Iris paars draagt vandaag. Sanne bepaalt mijn dag. Want Sanne wel groen. Maar Iris die gaat City eventjes vangen, nu denk ik. Ja, nu. En dan gaan we foto's maken en rijden. Ja. Oh, ik word weer kapot. Lief. Ja, dus nog wel een beetje kijken en meten en passen. Oh. Oh, is dat? Dit is scherp. Dit aai. Dat is scherp. Kijk al. Het staat op film. Dit kleur mag je niet meer komen. Zij filmt alles. We gingen foto's maken, Iris. Oh. Zal jij er ook naast gaan? Ophoud maar een beetje. Pak nog zo'n foto laten komen. Oh. We moeten even een buitje afwachten, maar City wil doet niet. Ik kan wel een kip aan. Die denkt, yo, ik ga wel. Wat doe jij? Ja, dat moeten we nog ergens ophangen. In de kast, dachten we. Ja, hier zo. In de deur. Wat doe je in deze kast? Ja. Ik ga plek op schrijfhoofd. Schrijfhoofd. Zou jij zo alleen maar ketten naar de pakken schrijven? Ja. Wow. Wauw, Iris. Ben jij een fotomodel? Dat geniepelt. Kijk. Oh, had hij nou ik heb geen hand meer vrij. Lifehack. Met elk fotoshoot. Wat vet. Wauw. Wat doe jij allemaal, meid? Voor alles. Camel horse. Ik sweep. Dit is een optie vrouwen vandaag. Hi, Rosie. Kijk er dansen. Thuis. Ja. De vakantie is oh. Over. Oh. De vakantie over. Er komt nooit meer vakantie voor het JLO. Ga jij ook gewoon weer blijven staan? Afgelopen met dat donder. Hier kan ik nog overheen filmen. Dat is wel fijn. Ja. Kleur staat haar ook echt heel mooi. Wow, kijk hoe heel. Sketig, maar veel te groot. Ja. Oh. Het is wel sketig. Ja, maar die roze stond al overzoek. Ja. De petnetel bij jou op je voet. Oei. Geef je kontje nog omdraaien? Nee, inderdaad. Ik wil het zo even, maar niet meer. Ja. Moet ik dit gewoon helemaal afknippen? Hoi! Oké, dan loop ik.
Ik ga weer op Yellow rijden voor het eerst in. Een poosje. Het is al wel weer gelanceerd. We hebben haar vorige week eventjes voor de fotoshoot gebruikt. Dus toen is ze weer opgezadeld. En ik heb haar net gelanceerd. Toen heeft ze even wat vreugdebokjes gedaan. Maar dat deed ze hiervoor eigenlijk ook al niet heel wild. Dus nu ga ik er even op met launcheerlijn. En dan een stukje los proberen. Ligt eraan hoe braaf ze is. Ja. 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 Lief. Oké. Okay. Doei. Doei. Got a dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. Got my heart upon my sleeve, can I hide the way I feel when you're next to me, girl? Got the kick in every move and I fought us like a fool for you, for you. Wish I knew just what it was, but why should I make a fuss? Just stay next to me, girl, next to me, girl. Hoi Geel. En Sanne moet gewoon sturen. Dat is echt ook wel vrolijk vandaag. Maar ik wil in de kletshoek. Something special about you. Sanne mag los. Moet jij anders even een stokje hebben? IJslander. Ja. Hij doet het echt goed hoor. Oh, Geeltje! Hoe makkelijk ging dat ook, Sanne? Rona pony. Helemaal schuimen ook. Hij doet het echt goed. Ik kan er ooit zo fanatiek gezien naar draaien. Nee hè? Wat doe jij? Ja, galop je andersom en dan mag je stoppen. Het voelt heel vertrouwd ook ofzo. Ik weet niet. Ze is wel jaren drie. Ja. Met jouw gedeeltje. Ah, ze schuimt ook op de mond van snoek. Oh, allebei. Ik moet even mekken op zijn mond. Ga maar liggen. Combinatie van beide. Lief, geeltje. Lief. Blijf zo staan. En dan wel zo. Doei, andere kant nog even galop en dan krijg je ook een koekje. Ja? Ja. En Ranja. En ook nog. Ranja. Thanos, wat snel. Down, but we get back again. Trouble is a silly thing, it always ends up breaking in, but everything still works out in the end. No matter what they call it, no matter what they want it, they don't know there's no way they'll ever get it. Wind just blows, but we keep on standing. We gaan even Geeltje naar haar wei brengen. Yellow, druk. Yeah. Lief. Ja, maar het staat er echt goed. Jij bent echt niet snel van haar leren. Ik wil de fjordenkoep van Nala een trend maken. Hele mond. Hallo Bambi.
Hallo mammel. Die manen. Ze zijn bijna groter dan... Manen heeft van de andere bij. Ja, echt gewoon... Oh, die beugels. De beugels. We hebben Jello teruggebracht naar de babywei. Naar de babywei. De speelhoek naar Schmalland. En ze hebben eten gehad. En nu gaan we hier opruimen. En dan zit onze dag er alweer op. En Jello was echt super braaf. Echt heel lief. Gewoon voor de eerste keer weer na, dat was het 2 maandjes, denk ik. Zoiets. Ze was echt super lief. Dus dat is al top. Nu geven we haar gewoon weer even de tijd om het te verwerken. En dan gaan we langzaam weer opbouwen naar vaker per week. Toch? Ja. En ja, jullie al emotioneel. Ja. Jongens, de camera knippert. Ja. Wij willen jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren, te liken en te delen. En te delen. Nee, maar we hopen dat jullie deze video leuk vonden. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei!